Mooi, hè? Ja, dat is toch mooi, of niet? Ja, zeker. 3 op een rij, hoor. Dat is niet normaal. Nee, jij de buitenwereld verwacht had. Hoe keken jullie naar deze etappe? Nou ja, kijk, wij zijn wel een van de favorieten. Dat is wel duidelijk, denk ik. Ik denk dat hij de snelste is op dit moment. En hij heeft natuurlijk Mathieu voor zich en een goede ploeg. Maar ja, alsnog, het is de Tour en ik blijf het elke keer zeggen. Het is super chaotisch. En je moet maar bij elkaar blijven. En ik weet niet hoe het de laatste kilometer ging, maar... Het was een iets andere lead-out dan de afgelopen 2 overwinningen van jullie. Iets rommeliger. Ja. Maar goed, op 2 kilometer van de brug afkomen was een paar linkerbochtjes nog. Maar het was minder op een lijn dan we verwacht hadden, denk ik. Dus misschien dat het daar wat meer een bolletje was. Maar ja, alsnog, hij wint, dus dat is het belangrijkste. Hij is gewoon de snelste, hè? Ja, denk het wel, ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ramon, hoe lekker is het om zo dominant te zijn? Ja, dat is wel, wel mooi. Maar het is absoluut geen garantie om te winnen. Het lijkt misschien makkelijk, maar het is echt abnormaal moeilijk. Zeker 3 op een rij, dat is echt, echt knap. Die groene trui, is die nu binnen? Nee, zeker niet. Nee. Heb jij er nog voor strijden? We hebben een week gedaan en we moeten er nog 2 weken. En ja, hij heeft hem nu wel lekker in handen, maar dat is geen garantie. Zeker niet. Succes, dankjewel. In hoeverre...